De medezeggenschap bij Heijmans. De medezeggenschap bestaat uit ongeveer 60 collega's met uiteenlopende functies uit alle bedrijfsstromen. Wij samen vertegenwoordigen de belangen van de medewerkers en denken mee met de bestuurders bij ondernemersbesluiten. Om deze belangen van de werknemers en daarmee de organisatie te beschermen, hebben we de volgende rechten. Het adviesrecht, het instemmingsrecht, het initiatiefrecht, het informatierecht en het recht op overleg. Dit staat allemaal in ons dialoogmodel. Met waardevolle advies- en instemmingsaanvragen als resultaat. Denk hierbij aan het vernieuwen van het VGWM-handboek en het persoonlijke beschermingsmiddelenbeleid, maar ook het alcohol- en drugsbeleid en het wijzigen van het BHV-beleid. Het benoemen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, de verhuizing van bedrijfsonderdelen, maar ook praktische initiatiefvoorstellen zoals de airbags in de bedrijfsbussen. En ook als het iets minder gaat, houden wij ons bijvoorbeeld bezig met organisatieaanpassingen. Om zo goed mogelijk de belangen van onze collega's en daarmee de organisatie te vertegenwoordigen, is het ook van belang dat we onze collega's buiten de medezeggenschap, op de projecten en op kantoor regelmatig spreken. Daarom komen wij bij je praten over bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid en welzijn. Zo willen we ervoor zorgen dat we samen elke dag met plezier naar ons werk kunnen gaan. Werken in een respectvolle omgeving met inkomenszekerheid voor de medewerkers en ruimte om door te groeien. Neem eens een kijkje op onze teamsite. Dan zie je welke collega's jullie vertegenwoordigen in welke commissies. Voor andere vragen kun je ons mailen of je loopt gewoon een keertje binnen. We vertellen je graag wat meer. Wil je ons graag een keer op bezoek hebben? Neem dan contact op met de commissie Werkbezoeken via werkbezoeken@heijmans.nl.